Goedemiddag, we staan hier op een bijzondere locatie, het Arsenaal, in de schaduw van de Petruskerk. Daar vindt een groot werk plaats. Je moet ze zoeken, maar ze zijn er nog, die aloude vaklieden. En hier heb ik er eentje gevonden, een meester metselaar. Goedemiddag. Goedemiddag. Wil jij je heel even voorstellen aan het woerderspubliek? Ik ben René Kwakkerbos, ik ben een metselbedrijf en we mogen dit uitvoeren hier in Woerden. Ja. Met andere woorden, jullie zijn gevraagd voor dit grote project eigenlijk. Hè? Gaat het voornamelijk aan de buitenkant of is het ook binnen metselwerk? Nou, wij doen eigenlijk al het restaureren van het metselwerk en daar worden wij voor ingehuurd. Nu hebben jullie hier de laatste hand aan het leggen aan een bijzonder stukje boogwerk, zoals je dat noemde in ons voorgesprekje. Toog. Juist. Toog. Kun je dat even uitleggen? De toog? Ja. Hoe gaat zoiets in zijn werk? Want jullie hebben daar een constructie onder gemaakt en die moet dan wellicht het hele spul dragen. Ja, dat klopt. En die is uitgetimmerd door een timmerman en die maakt de toog en de mal. En wij verzorgen dat de toog in orde gemaakt wordt. Dit is, heb ik begrepen, een bijzonder moment, want de sluitsteen is vanmorgen geplaatst. En kun je daar iets over vertellen? Zo'n sluitsteen, wat houdt dat eigenlijk in? Nou ja, dat is de eindstuk van de toog. En in dit geval is hier overal zit natuursteen in, hardsteen. En daar hebben ze voor dezelfde gekozen natuurlijk. Is dit ook eens een hardstenen sluitsteen? Ja, ja, dat maken jullie dus niet zelf? Nee, die worden gemaakt door een natuursteenbewerker. Zeg René, nou even over jou, want je staat hier zo manmoedig in je werkkleertjes te wisselen. Hoe lang doe je dit nou eigenlijk al? Ja, hoe lang? Een jaartje of 22 denk ik. En is daar een langdurige vooropleiding of is het allemaal praktische ervaring die je opdoet? Nou ja, je hebt natuurlijk de metselopleidingen zijn er. En die zijn ook ver gevorderd. En je kan ook restauratie-metselwerk kiezen. Ja, dus je kan van allerlei kanten daarmee op natuurlijk. En heb jij dus gekozen voor restauratiewerk? Want nogmaals, ja, het is jouw... Ja. Het is jou in je schoenen geschoven, maar desalniettemin, het ziet er gelikt uit. Dat hebben we dus vrijdag en zaterdag al een keer bekeken op afstandje. Maar het nadert nu zijn voltooiing. En is er dan nog een vervolgje op, ergens anders in dit gebouw? Ja, hier binnen zijn we ook bezig. En zodra er weer wat beslissingen zijn genomen van hoe ze het willen doen, dan gaan we daar weer mee verder. En even over het procedé, want ik zag in die kuip van jou, daar ligt van alles in. Is dit nou echt de cement of is het nou toch nog weer een soort aanpassing voor dit, voor dit bijzondere spul? Ah, dit is restauratiemortel. Ja. Restauratiemortel en dit is gebaseerd op kalk, want vroeger had het natuurlijk geen cement. Dus met alles met kalk gemetseld. Ja, juist. Dus daarvoor zijn de jongens binnen ook al die steentjes die hier uitgekomen zijn aan het schoonbikken. Bikken alle kalk eraf en dan kunnen wij ze weer gebruiken. Nou, misschien als we dadelijk nog even tijd hebben dat we toch naar binnen lopen om even te kijken wat er binnen allemaal gebeurt tijdens dit grote project. Die verrichten ook een hoop werk hoor, die jongens die steen aan het bikken zijn. Ja, ik merk enige trots in je stem, we gaan dat zeker nog even bekijken dadelijk. René, voorlopig even bedankt voor dit korte gesprek. Alsjeblieft. Zoals u juist gezien heeft, is er zowel in als binnen in het Arsenaal enorme bedrijvigheid. Er ligt van alles wat nog verwerkt moet worden, maar waar vooral de nodige zorg aan besteed wordt. Op de eerste etage zijn inmiddels de bouwvorderingen wel wat verder gevorderd als beneden uiteraard. En u kunt u al zien, vaag de omtrek van de kamers, het sanitair en vooral het leidingwerk wat vooral in dit geval tussen de vloeren komt te liggen. Daar was enige verwarring over, omdat het in zo'n bouwfase niet makkelijk is om zoveel apparatuur onder te brengen en dat verdeeld over een flink aantal kamers. Deze verdieping gaat 20 kamers bevatten, inclusief de bruidssuite.